In een recente video op Instagram heeft Appi Mussa, beter bekend als Abdullahi Mussa Ali, gereageerd op de controversiële disqualificatie van Joost Klein tijdens het Eurovisie Songfestival. Als een van de medeartiesten van de Nederlandse inzending uitte de 25-jarige TikToker zijn bezorgdheid over de groeiende omvang van Europa's grootste muziekfestijn. Met een satirische knipoog imiteerde hij een fictief lid van de Eurovisie-organisatie, die op willekeurige wijze lijkt te besluiten over disqualificaties. Wacht, wat heeft hij gedaan? Bijna niets. Disqualificatie: de video van Ali roept indirect ook vragen op over de relativiteit van de EBU, European Broadcasting Union, met betrekking tot de deelname van Israël. Hij lijkt te refereren aan de controverse rond Israëls deelname te midden van het conflict in Gaza. Met een cynische ondertoon merkt hij op: Oh, je bedoelt al die onschuldige mensen. Dat maakt me niets uit, jullie ook niet? Die kunnen blijven, die kunnen doorgaan. Deze opmerkingen suggereren een kritische houding ten opzichte van de politieke neutraliteit van het evenement en de beslissingen van de organisatie. De disqualificatie van Joost Klein, die deelnam met het lied Europapa, heeft geleid tot veel onbegrip en kritiek, vooral vanuit de Avrotros-directeur Taco Zimmerman. Zimmerman noemde de maatregel buitenproportioneel, hoewel de exacte toedracht van het incident, dat een dreigende beweging richting een cameravrouw zou omvatten. Niet volledig is onthuld. Deze situatie werpt vragen op over de transparantie en consistentie van de regels en handhaving binnen het Eurovisie Songfestival, en heeft een discussie aangewakkerd over de grenzen tussen artistieke expressie en gedragsregels tijdens het evenement.